Belgische politiek, dat is nu gedaan. Hoe voelt dat aan? U hebt er heel uw leven aan gewijd. Ja, ik heb alles gegeven, maar als je daar blijft bij stilstaan, dan moet je dit hier niet aanvaarden. Hè? Dus het is wel een beetje tot eergisteren of gisteren met veel gewetensproblemen, maar daar mocht je niet blijven bij stilstaan. Wakker van gelegen? Ik heb daar wakker van gelegen, ja. Ik zal ooit het ware verhaal vertellen. En het ware verhaal is totaal anders dan velen denken. Hè. Ik ben misschien de enige die ooit gezegd heeft van... zoekt iemand anders. Ja. Serieus? Ja. En niet alleen tegen iemand die banaal is, maar tegen de Franse president, een Duitse bondskanselier. Maar dat heeft hun gemotiveerd om nog harder voor mij te werken. Ja. Het leven is soms heel raar, hè? Ja. Je hebt mensen die er een pink zouden voor afkappen, voor zoiets. En u zegt dan, voor mij hoeft dat nu niet echt. Ja, het was nog gemeend ook. Ja. Maar dat is nu voorbij, dus die bladzijde is gedraaid.